Het is dinsdag 24 november, 10:30 in de ochtend. We zijn net op kantoor. Vitas en ik. Hi Vitas. Yo yo. Good morning my man. Morning peeps. Het gaat een hectische en drukke dag worden. Dat is één ding wat gegarandeerd is vandaag. Wat gaat er gebeuren? Wij zijn nu op kantoor. Ik heb ongeveer een uur om met Vitas te besteden. En daarna blijft Vitas hier werken aan twee campagnes. En ik moet dan door, want wij hebben vandaag voor sfeerkaarsen een fotoshoot. We gaan sfeerfoto's maken. Ik moet de modellen nog bellen. Ik moet de fotograaf en zo in ontvangst nemen straks. We gaan het dag met hun doornemen en dan moet de dag beginnen. Dus we hebben een middag- en een avondshoot. En ik moet de zaak openen omdat Jeffrey niet op tijd in de zaak kan zijn. Dus moet ik Helpmans Pasta's even 1,5 uur openen totdat hij er is. En dan kan ik weer weg. Maar dat valt net in de gap tussen middag fotoshoot en avond fotoshoot. Dus dat gaat goed komen. Hey V, you ready? Always. Ja? Cool. Wij gaan aan de slag. Hij kan parkeren. Het is 6:30 geweest. Super hectisch, in de zaak druk. Even daar geholpen, maar ik moest deze kant op. We zitten bij locatie nummer 3. Vitas heeft de marketing voor de campagne voor Black Friday klaar. Gaan we nu checken. En gaan we op locatie 3 hier beneden het laatste foto's nemen voor sfeerkaarsen. Ja, leuke dag, hectische dag. Maar ik vind dat leuk. Ik hou van zulke dagen. Lekker productief. Gaan weer aan de slag. I don't know man. I need to remake them too, you know? If there is a window. Kijk, zo is het een beetje. Het is inmiddels 2:40 s'nachts. Het is laat geworden. Het was een hele productieve dag. We waren ook vrij laat klaar met de fotoshoot. Ja, dankbare dag eigenlijk. Heel vroeg begonnen. Hele dag door met beide bedrijven bezig geweest. Fotoshoot was erg succesvol. In de zaak had ik wel een besefmomentje van... Ik keek om me heen en ik zag 4 mensen waren aan het werk binnen in de zaak bij Helpmans Pastas om draaiende te houden. Vitas was op kantoor bezig met campagne voor beide bedrijven voor Black Friday. En wij waren met een stuk of 4-5 man bezig met de fotoshoot voor sfeerkaarsen. En dan ga je wel beseffen van, oké, 2 jaar, 3 jaar, ja, dik hard gewerkt om iets op te bouwen. En dan zie je een stuk of 10 mensen of meer die bij elkaar zijn gekomen om een doel die je hebt gecreëerd na te streven samen met jou. Ja, dat was voor mij echt een besefmomentje van, holy shit man, zoveel mensen, weet je. Ja, ben je wel even dankbaar. Je denkt, wie houdt de camera nu vast ineens? Grappig verhaaltje. De fotograaf komt uit Alsmeer. Alsmeer toch? Alsmeer. Ik ken hem vanwege eerdere campagnes van Helpmans Pastas die hij geschoten heeft. Met Jurgen Rijman bijvoorbeeld. Die campagne van ons had hij gemaakt. Hij dropte mij bij de zaak omdat ik moest openen. Op dat moment vielen mijn sleutels in zijn auto en toen dacht ik, ik laat het liggen en ik pak het later wel op wanneer wij naar de volgende locatie gaan voor de fotoshoot. Maar George is vergeten om de sleutels uit de auto te halen. En toen was het 11:15 s'nachts en die jongen was al een uur onderweg naar Alsmeer, lekker naar huis. En toen kwam ik erachter dat ik mijn sleutels niet had en dat nog in zijn auto lag. Dus ik belde hem op. Hij draaide terug en reed terug naar Groningen. Dit is zo ernstig. Bij, ja. Toen zei ik ook, ja, als je terugkomt laat ik je vandaag niet meer gaan. Het is best wel laat. En 2:30 ben je aangekomen? Ja, een soort van. 2:30 was hij weer terug in Groningen. Het is 2:45. Ja, het is nu, en we hebben nu, het is nu 2:45 inmiddels. Dat was best wel een treurig momentje. Maar hij is terug en mijn sleutels zijn ook terug. Dankjewel jongen, voor het terugkomen. Ja, het was, ik had vandaag wel in de zaak echt een besefmomentje, echt een dankbaar momentje. Dat als je hard genoeg voor werkt, ergens voor gaat, dat je een bedrijf kan opbouwen met al die mensen die bij elkaar komen. En een doel die je hebt gecreëerd.
naar dat doel toe streven. Want echt, iedereen deed vandaag zo hard hun best om de drukte in de zaak bij te benen, om de campagne op tijd af te maken. Vitas heeft doorgewerkt, langer doorgewerkt. De fotograaf is echt 4 keer langer gebleven dan gepland. Weet je, iedereen heeft zich echt super ingezet. En ja, top. We gaan slapen. Het is tijd om te gaan slapen. Het is inmiddels 30 november. Ik heb sinds de fotoshoot niet meer gefilmd. Ik kreeg het weer ineens druk. Ik had heel veel dingen te doen. Eén ding wat jullie moeten weten is, ik werk heel veel. Ik maak hele lange dagen. Ik slaap zo'n 4 uurtjes gemiddeld per nacht. Dus soms heb ik wat minder energie en stel ik dingen uit. De conclusie is eigenlijk de reden waarom ik sinds de fotoshoot tot nu, bijna een week, niet heb gefilmd, niet heb gevlogd, is gewoon uitstelgedrag. Ik stelde me van het weekend de vraag van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? En ik denk dat die vraag heel belangrijk is om te beseffen dat het door uitstelgedrag komt. Ja, toen ging ik eigenlijk mezelf de vraag stellen van waarom doe ik dit eigenlijk? En ik denk dat dit wel een hele belangrijke vraag is in het proces van wil ik hiermee doorgaan of niet. Dat is eigenlijk geen vraag voor mij op dit moment. Maar als ik bijna een week niet film, moet ik mezelf wel afvragen van waarom gebeurt dit en hoe kan ik dit oplossen? En het antwoord is, ik wil dit met jullie delen. Ik wil waarde leveren. En het tweede wat ik wil, en dat is heel belangrijk, is het vastleggen van het proces van wat ik aan het doen ben op dit moment. Zodat ik over 10 jaar terug kan kijken en kan laten zien, ook aan mezelf, hoe ik ooit ben begonnen. Dus dat zijn de redenen eigenlijk. En ik weet, om te bereiken wat ik net zei, om daar succesvol in te worden, gaat het erom dat ik consistent moet zijn in wat ik doe. Dat weet ik. Alleen, soms heb je van die uitstelgedrag. En dat hebben we allemaal wel. Dat die stemmetjes in ons hoofd zeggen, ah, ik ben te moe, ah, nog even smoeza, ik doe het straks wel, ik doe het morgen wel, ik doe het straks wel, ik doe het morgen wel, ik doe het straks wel. En uiteindelijk doe je het niet. En dan komt het erop neer dat ik gewoon de camera moet pakken en gewoon moet gaan filmen. En elke keer als ik zeg, ah, ik doe het straks of ik doe het morgen wel, dat is eigenlijk het moment dat ik de camera moet pakken en moet filmen. Dus ook voor jou, als je de volgende keer denkt, ik doe het straks wel, of ik doe het morgen wel, of ik doe het later wel, meteen doen. Als je het meteen doet, heb je executie, is het meest belangrijke voor succes. Dus je moet het doen, afronden, afsluiten, verder gaan. Zolang je dat niet doet, blijf je altijd hangen in dat rat race, waardoor wij mensen niet vooruit komen. Dat gezegd hebbende, ik heb vandaag zometeen, over 20 minuten heb ik een afspraak. Ik ga maar even voorbereiden voor mijn afspraak en dan zie ik jullie later.